Op 13 maart nam ik een video op met adviezen voor mensen met MS ten tijde van de coronaviruspandemie. Toen waren er nog maar een paar honderd Nederlandse gevallen bekend en inmiddels zijn er meer dan 40.000 mensen in Nederland positief getest en dat aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger, want lang niet iedereen wordt meer getest. In die eerste video met adviezen zei ik al dat de informatie gegarandeerd zal gaan veranderen zodra er nieuwe inzichten zijn. En sinds die video hebben we op de webpagina MS en Corona op msinbeeld.nl updates bijgehouden. Tot nu toe waren die updates vaak relatief klein. Neurologen wereldwijd en ook in Nederland bestuderen mensen met MS die geïnfecteerd zijn geraakt met corona. En dat heeft geleid tot nieuwe inzichten. Die inzichten werden een aantal dagen geleden op de website van MS Zorg Nederland gepresenteerd. In deze video zal ik die nieuwe aanbevelingen met jullie doorlopen. Uit de zover verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat mensen met MS geen extra risico lopen om geïnfecteerd te raken met het nieuwe coronavirus. Daarnaast concluderen ze dat mensen met MS in het algemeen geen verhoogd risico hebben op een ernstiger verloop van een COVID-19-infectie. Mensen met MS vallen dus niet automatisch in de risicogroep. Dit geldt echter wel voor mensen met MS die ernstig beperkt zijn of een mindere longcapaciteit hebben. Voor deze mensen geldt dat ze wel tot de risicogroep horen en strikt moeten proberen te voorkomen om besmet te raken. Ga je nou niet meteen misdragen naar dit relatief positieve nieuws? Het is belangrijk om je te realiseren dat voor iedereen in Nederland de adviezen van het RIVM gelden. En die ken je vast, maar als je twijfelt, kijk dan op de website van het RIVM. Een belangrijke vraag van mensen die MS-medicijnen gebruiken is of ze hiermee door kunnen gaan. Net als in het eerste filmpje zal ik de medicijnen langslopen en de adviezen bespreken. En we zullen zien dat die adviezen een stuk simpeler geworden zijn. Al 13 maart was het zo dat het advies was dat je bij het gebruik van interferon beta zoals Avonex, Betaferon, Rebif of Plegarry gewoon door kunt blijven gaan. Hetzelfde geldt nog steeds voor glatimeracetaat ofwel Copaxone en Tiriflunomide ofwel Abbagio. Met het gebruik van natalizumab ofwel Tysabri kun je ook gewoon door blijven gaan. Wel zeggen ze dat eventueel een verlengde periode overwogen kan worden tussen de infusen. Of dat kan is te bepalen aan de hand van de hoeveelheid natalizumab in je bloed. Hier zijn al studies naar gedaan en het blijkt net zo effectief te zijn. Dat je dat zou willen heeft niet zozeer te maken met het reduceren van het risico, maar simpelweg wordt hierdoor het aantal keer dat iemand naar het ziekenhuis moet voor een infuus verminderd. Tot zover zijn de aanbevelingen eigenlijk niet veranderd ten opzichte van de eerdere informatie. Maar het stroomdiagram wat wij maakten op basis van de aanbevelingen van het VUMC is gelukkig niet meer nodig. Hoewel het wel een mooi diagram was. Uit de onderzoeken zover is gebleken dat een COVID-19-infectie niet ernstiger verloopt bij het gebruik van het overgrote deel van de MS-medicijnen. Zelfs niet wanneer er een verlaagd aantal lymfocyten in het bloed gemeten is. Dit zie je terug bij de adviezen over dimethylfumaraat, ofwel Tecfidera, en vergolimod, Gilenya. Bij sommige mensen raden de neuroloog aan om tijdelijk de dosering van deze medicijnen te verminderen. En dat lijkt niet nodig. Het advies is nu om de dosering weer gewoon terug te brengen naar de originele hoeveelheid. Is je dosering teruggeschroefd, neem dan contact op met je neuroloog en verhoog die niet op eigen initiatief. Het medicijn ocrelizumab, ofwel Ocrevus, kan ook gewoon worden gegeven. Net als bij Tysabri zou hier de periode tussen de infusie kunnen worden verlengd. In dit geval gaat dat op basis van het aantal B-cellen in het bloed. Als dat nog laag is, zou je dat kunnen overwegen.
Ook dit advies is eerder om het aantal ziekenhuisbezoeken te reduceren dan om het risico te verminderen. Een vervolgkuur met cladribine, oftewel Mavoclad, kan overwogen worden. Overleg dit met je neuroloog. Bij gebruik van alemtuzumab ofwel Leptrada wordt aangeraden om een nieuwe gift zo mogelijk uit te stellen. Overleg altijd eerst met je neuroloog. Verander nooit zelf de dosis van je medicijn of zeg een geplande behandeling ook niet zomaar af. Een andere belangrijke vraag is of mensen met MS kunnen starten met een nieuw medicijn. Omdat dit nare coronavirus binnenkort niet zal verdwijnen en omdat de meeste medicijnen geen ernstig verhoogd risico lijken te geven, is het advies nu om de MS zo goed en efficiënt mogelijk te behandelen. Alle behandelingen die aangeraden worden door je neuroloog kunnen dus veilig gestart worden. MS-terugvallen of SHOOPS worden soms behandeld met methylprednisolon. Dat middel heeft een onderdrukkend effect op het afweersysteem en daarbij is het resultaat dat de SHOOP-verschijnselen wel snel afnemen, maar dat het uiteindelijke herstel van de SHOOP niet anders is dan bij mensen die geen methylprednisolon hebben gehad. Daarom is het advies nu om terughoudend te zijn met het gebruik van methylprednisolon. Over een week mogen kinderen in Nederland weer terug naar hun basisschool. Ik zou willen dat dat hier in Manila ook zo was. Maar is dat veilig wanneer je MS-medicatie gebruikt? In veruit de meeste gevallen hoef je geen zorgen te maken. Ervaring heeft geleerd dat het hebben van MS en het gebruik van MS-medicijnen bijna nooit een negatieve invloed lijkt te hebben op een infectie met het nieuwe coronavirus. Wanneer je minder dan 3 maanden geleden een behandeling met Mavoclad of Leptrada hebt gehad, of als je minder dan 1 jaar geleden een HCT-behandeling hebt gehad, neem dan voor advies contact op met je eigen neuroloog. Heel belangrijk blijft, bij elke twijfel, bel dan met je eigen neuroloog. Wil je dan meer leren over het coronavirus? Bekijk dan het filmpje wat ik pas geleden heb gemaakt. Je ziet de link naar de video aan het einde van dit filmpje. Wil je meer weten over MS? Bekijk dan de andere filmpjes op dit YouTube kanaal. Abonneer je als je niks wil missen. Bekijk onze website en volg onze Facebook pagina. Bedankt voor het kijken, heel veel sterkte in deze rare tijd, hou je goed en geniet ervan als je kinderen weer naar school mogen.